Tja, en daar gaan we weer. Want etappe 4 is al begonnen voor de auto's, voor de vrachtauto's. Maar Richard de Groot, Gerrit Zuurmond daarachter, Tim en Tom Coronel, Ed Wichman, die zijn allemaal nog onderweg naar het bivak. Die hebben weer een nachtje in de woestijn moeten slapen. Het is een zwaar, heel zwaar begin. Maar zij zitten nog in de wedstrijd. De brandweerauto, oftewel Richard de Groot, Gerard Beelen en Jan Hulsebos, die al heel veel hebben meegemaakt in deze openingsfase nog maar van de rally, hebben ze al vaak stilgestaan, zijn ze laat binnengekomen, maar ze weigeren op te geven, zijn er gewoon nog bij. We doen gewoon alle etappes gewoon aan elkaar. Nee, het zijn een paar lastige dagen. Gisteren natuurlijk in een gat terechtgekomen, dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien, hoe we eruit zijn gekomen, dat soort dingen. Dan lopen we natuurlijk achter de feiten aan, komen we volgens het bivak. We hebben een half uur, drie kwartier, hebben we het ding afgevuld, zijn we verder gegaan. Loop je al achter je starttijd aan. Toen ging de stuurstang, is losgelopen. Dat kost ook weer tijd. Je rijdt, het parcours wordt zwaarder, je verliest tijd, je komt weer donker terecht. Toen zijn we, Tim en Tom, zijn we een tijdje dwalen geweest. En, nou ja. Uiteindelijk, vanmorgen zijn we verder gegaan. We zijn nu binnen, een uurtje. En dan gaan we weer. Leuk, hè? Nou, dat vind ik wel een beetje werken te lijken. Maar werken is ook leuk.